binnen? Ik wil geschiedenisleerkracht worden, omdat ik heel graag geschiedenis doe. En om mijn kennis te kunnen doorgeven aan andere mensen die ook wel geïnteresseerd aan zullen zijn. Wat weten jullie al over de Eerste Wereldoorlog? Dat begon in 1914 en 1918. Heel juist. Van het verleden kunnen we leren dat we het beter kunnen doen in de toekomst. Dat gaat ook heel veel helpen aan onze wereld. Het zal ook allemaal wel een betere plek worden dan. Als ik meer kijk naar het verleden, jammer genoeg wordt dat wel eens vergeten. En worden fouten opnieuw gemaakt. Men zegt altijd, de geschiedenis herhaalt zich. Goedemorgen. Ik vind het heel belangrijk dat we kinderen iets bijleren. Niet alleen door uitleggen waar het over gaat, maar ze ook actief te betrekken tot wat er gebeurde door middel van toneeltjes spelen, dingen naspelen. Dit is de grens. Hier is Nederland. Daar is België. Kinderen geven daar ook heel veel voor terug. Ik denk dat ze ook veel beter zullen opletten. Veel geïnteresseerder zullen zijn en ook met veel meer plezier naar het vak geschiedenis zullen komen. Ja, gepakt. Gepakt, aangehouden. De uitdaging om leraar te worden, vind ik persoonlijk, is mensen proberen te boeien. Te interesseren in wat je hun feitelijk wilt leren. Ik wil ook dat ze er ook iets van bijhouden in hun latere leven. Dat ze zeggen van, ah, dat heb ik bij die leerkracht nu eens geleerd en dat kan nu eens altijd handig zijn.